De Marathon Radio Spot van M&M bestaat eigenlijk uit allemaal kleine handelingen, kleine acties, waarin dat we zien hoe dat Peter en Tom, Julie en Sander zich klaarmaken voor de Marathon Radio, elk op hun manier. Peter die maakt zich klaar, 's morgens, hij wast zijn gezicht, poetst zijn tanden en zo verder. Zo blijf je mensen proper, hè? Terwijl dat Julie zich opmaakt, ze doet stift haar lippen, ze doet haar ogen, ze zorgt dat ze er heel mooi uitziet. Tom daarentegen die is bezig met zijn smoothie. Ik doe dus al mijn stunts zelf. Ik mag zo meteen een smoothie in een glas gieten. En Sander tenslotte was zijn auto, want hij rijdt rond met de Marathon Radio Mobiel en hij was zijn auto voor te vertrekken. Deze is hem, de Cruise Mobiel, de Sander Car. Of gewoon de Marathon Radio auto eigenlijk. Hè. De sfeer van de spot is al heel, het zal heel druk zijn, dus het is een heel ritmische montage. We zorgen ervoor dat alles heel stressy aanvoelt. Een beetje zo, zoals een blok zelf, denk ik dan. Althans, bij mij was dat toch altijd het geval. Veel stress, veel te doen. En precies alsof dat er nooit een einde aan komt. En dat is het gevoel dat we met deze spot willen meegeven. M&M Music and More.